In dit gebouw zijn twee lokalen ingericht om de kinderen op te vangen van 3 maanden tot 4 jaar. En de meeste zijn de moeders hier een stukje verder in de gang bij de inburgerslessen. Dus als je kleine kinderen hebt tot de 4 jaar, is de mogelijkheid om de ochtenden, we zijn geen kinderdagverblijf, gewoon een oppas voor de ochtenden dat ze les hebben. Hoe gaat het hier? Hoe gaat het met jullie? Ik vind het echt leuk met kinderen werken, daarom ben ik hier. Het is wel heel leuk en gezellig allemaal. En kinderen zijn altijd leuk, hè? Ja. Ik vind ze allemaal leuk, dus ja, echt leuk. Je hebt niet echt een voorkeur voor... Nee, ik vind echt ze allemaal schattig, dus het valt me echt prima, dus ik voel me echt hier thuis. Vind je het niet vervelend als het elke keer andere kinderen zijn, omdat je maar 2 keer in de week komt? Je went het zo snel, dus kinderen voelen het en merk ook zo snel, dus dat je hun je best doet en... Je veel aandacht, dat voelen ze van zichzelf dus. Ja. En het wordt heel erg gewaardeerd, wat ik ook heel belangrijk vind. Deze week ben ik dan 4 keer in de week, maar ik vind het niet echt dat ik denk van tjonge jonge, wat zwaar of zo. Nee. In principe is hier 1 beroepskracht aanwezig. We hebben 8 dagdelen hebben op oppas. Dus 5 ochtenden en 3 middagen. Woensdagmiddag zijn er geen lessen en vrijdagmiddag zijn er geen lessen. Dus dan is er geen oppas. Daar werkt voor die 8 dagdelen is er 1 vaste medewerkster van Dunja aanwezig. En de rest wordt allemaal, er zijn medewerkers, vrijwillige medewerkers. Daar krijgen we een onkostenvergoeding, maar in principe zijn het vrijwilligers uit de buurt. Ik ben hier begonnen als vrijwilliger. Dat heb ik 3 maanden gedaan. Toen ben ik opleiding gaan doen eigenlijk, van 1 jaar. Dat heb ik nou afgerond. Dus ik wacht nog op mijn diploma. Ja, en dan? Dan ga ik... solliciteren en hoop maar dat ik aangenomen word. Dan zou je kunnen solliciteren bijvoorbeeld op een kinderdagverblijf. Ja. Kinderdagverblijf, crash, voorschool. Ik ga niet meer een opleiding volgen, want ik heb HBO. Dus, ja. Dus daar zit ik een beetje dat dilemma. En ik vind dit nog heel erg leuk. Dus ik denk, nou, ik laat het even zo. Ja. In het begin heb ik gewoon in de buurt geworven. En zijn het gewoon heel veel vrouwen uit de buurt die niet echt als opleiding wilden gaan doen. Maar nu, de nieuwe mensen, die komen toch altijd via een sociale zaak of via een reïntegratietraject. Omdat ze gewoon aan het zoeken zijn, wat zou ik nou kunnen? Wat zijn de dingen die jullie hier geleerd hebben? Omgaan met de ouders. In het begin. Dus, je ontmoet verschillende ouders. Van internationaal, zeg maar. Het is ook kleurrijk. Ouders die komen hier dus voor een inburgerslessen. Die spreken dus helemaal geen Nederlands. Dus je moet communiceren met alle handen en voeten die je hebt. Met gebarentaal kunnen we wel verstaan hoor, elkaar. Dus het lukt wel, hoe dan ook. Het lukt wel gewoon. Echt beeldende taal. En we moeten allemaal oefenen in het Nederlands. En je leert ouders van de weg te wijzen. Hè, waar ze terecht kunnen als ze iets met formulieren hebben. Of met opvoeding. Of waar ze, hè, dat heb je als taak ook bij de wijkoppas. En dan is dit een hele mooie gelegenheid om te kijken van... vind ik dat wel iets in de kinderopvang.